Hoi hoi, ik ben Jean-Luc van de Frubbelgarage en we gaan door met deel 2 van de tutorial Happy Place. Okay, we zouden de voorkant gaan pimpen. Kijken of ik hem plat kan leggen. Dan heb ik een papiertje uitgezocht hier. Je ziet, de achterzijde heb ik al beplakt. En dan wil ik eigenlijk, omdat ik dit een beetje kaal vind, daar een blister hebben. Een blister is een plastic, dit is een rondje, maar je hebt ze in vierkant, een ei-vorm, alle vormen. Je krijgt ze ook vaak als dat jij iets koopt wat beschermd moet worden. En als je dan als verpakkingsmateriaal eruit haalt, dat heb ik ook wel eens gedaan, dat ik uit een verpakkingsmateriaal heb gehaald en die gewoon bewaard totdat ik dat nodig heb. Dus het hoeft niet per se dit formaat te zijn of deze afmeting of wat dan ook. Misschien heb je zoiets van ik wil niet zo'n blister. Ik laat je dan in ieder geval zien hoe je zo'n blister opbrengt. Of hoe je, tenminste hoe ik dat doe. Niet zoals het hoort, want misschien doet een ander dat heel anders. En vandaar. Oké. Ik heb hier wat ruimte. Omdat het is allemaal ontzettend roze, jongen. Ik kan er niks aan doen. Ik moet toch met kleuren matchen. En ik heb dit voor het middenvak. Dus ik heb hier dit de stuk. Ja, hoefde ik eigenlijk niet te beplakken zonder van het papier. En want dit komt er toch overheen. Dus vandaar dat hier stukken open zijn. Oh, een blister. Wat je moet doen is, je zoekt een stans die net zo groot is als het rondje. En dan, afhankelijk van waar je het rondje wil, je moet natuurlijk uitkijken dat het niet uitsteekt. Dus ik wil hem hier. Dan pak ik wat, het kan ook met washi tape. Als je washi tape hebt, dan als je zegt van ik wil hem hier, dan zet je hem met washi tape vast. Wil je zeker weten dat, ja, want je hebt ook hele sterke washi tape, bestaat er. En dat heb je niet voor het kiezen vaak. Dan adviseer ik deze gewoon even op je trui of op je broek even te plakken. Dat de ergste plak weg is, zodat je hem veilig erop kunt doen en ook veilig weer eraf kan halen. Vergeet niet om de stickers die je op je kleding hebt eraf te halen op het moment dat je gaat boodschappen doen. Dat overkomt mij nog wel eens. En dan heb je allemaal plakspul aan je kleding. Oké, ik ga deze door de stansmachine halen en hier een rondje uithalen. Uiteraard kun je dat natuurlijk ook met de hand doen. Maar ik heb een stansapparaat, dus waarom zou ik daar geen gebruik van maken? Momentje. Oké. Ik heb er doorheen gereid. Ik ben er heel eerlijk in. Als jij geen A4 stansapparaat hebt, dan krijg je deze afmeting niet door je apparaat heen. En we hebben hier ook een A4 stansapparaat. Dus daar gaat het wel doorheen. Dus voordat je een blister gaat kopen, want deze die rondjes kun je overal kopen. En je gaat een blister kopen, denk er dan wel aan dat je het waarschijnlijk handwerk gaat worden. Want uiteraard kan het natuurlijk wel. Maar dat het handwerk wordt. Oké. Nou, als het goed is, past deze hier doorheen. Oké. Nou, is het eerste zaak dat deze hier aan vastgeplakt wordt. Dit rondje gaat even bewaren. Daar kan ik straks nog wat mee. En doe dat dan met lijm. Die transparant opdroogt, want anders heb je vlekken. Maar ja, dat is duidelijk in elkaar. Oké. Dan gaat hij erheen en dan wachten we even tot hij goed droog is. Doe dat niet op je werk zoals ik, want als je even aan schuiven, jongens. Dus het wachten is even tot hij droog is. Dus ik zou inderdaad adviseren om snel drogende lijm hiervoor te gebruiken. Als je net zo ongeduldig bent als ik.
Oké, nou dat is hem. Hij zit vast. Oké. Waar ik het altijd mee doe, en dat is, daar verschillen de meningen heel erg over. Ik doe het met dubbelzijdig tape. Ga ik deze, dit rondje ga ik helemaal langs. Zodat dat hij goed afsluit. Ik heb ook wel eens gezien dat mensen het deden met foamtape. Maar foamtape, ja, de kans is groot dat de stukjes die je erin doet, dat die daaraan vast blijven plakken. Je kunt ook smalle tape gebruiken. Nou, dit loopt dus rond. Dat heb je natuurlijk al gezien. Dus ik doe stukje voor stukje. Het is even gepriegel. Maar ja, dan heb je ook wat. Want je wil niet dat je steentjes aan de wandel gaan, of wat, tenminste hetgeen wat je erin doet. Je mag best wel wat afstand zien. Oh. Het werkt niet helemaal zoals ik wil. Heel te veel, denk ik. Oh. Hier is de plakstrook. Oh, die zit eronder. Dit is even een gepriegel. Zorg dat hij goed aansluit op je vorige tapeje. Misschien als je smalle tape hebt, dat het dan wat soepeler gaat. Die heb ik ook, maar ik heb geen zin om het te pakken. Ja, van die mensen, die denken dan, nou, gewoon eigenwijs doorgaan. Daar ben ik de koningin van hierop. Okay. Nou, we gaan gewoon stug door. Ben ik rond? Oké, dan pak ik mijn designpapier. Nou, ik vind dit wel aan de achterkant dat moet kunnen. Dus je gaat even kijken wat er op kan. Oh, dat is ook wel grappig. Eigenlijk zo. Ja. Kijk, samen komen we er wel. Okay, ik ga dit wat een stuk afhalen. Ik denk dat hier. Dus het is een beetje passen en meten. Kijk, en wat ik in het begin wilde gaan doen. Zo kan je van elke keer wisselen van gedachten. Van ik ga het zo doen, maar dan wordt het toch anders. Oké, nou, dit stuk gaat dan zo. Ik moet de letters wel goed doen. Wat ik ook doe, ik ben heel hysterisch, dus ik wil dit ook met dubbelzijdig tape vastgeplakt hebben. Dus, dit is de binnenkant. Ik ben buiten beeld, ik weet het. De dubbelzijdig tape, dat is af en toe heb je zo'n miskoop ertussen. Volgens mij had ik die voorop bij het vorige album ook. En dan krijg je hem niet van je vingers af. Het is heel verschrikkelijk. Oké, dan gaan we weer verder.
dit is een stukje wat ik denk dat ik nodig heb om hier overheen te plakken. Zo. Dan heb ik natuurlijk meerdere wensen. Want wat ik graag wil. Ik heb hier namelijk op de stickersheet My Happy Place. En die wil ik er eigenlijk wel in hebben. Die. En dan moet ik. Dus wat ik ga doen, is ik pak deze wat ik eruit gesneden heb. Die pak ik. En dan ga ik een rondje optekenen. Tenminste, ik ga die lijnen volgen. Dit is even improvisatie. Als je bepaalde dingen wil, dan moet je er wat voor doen. En je ziet, het gaat heel soepel. Dus not. Oké. Voordat ik deze daarop plak, doe ik hem wel even smoetsen. Dat geeft weer een beetje zo'n oude look, zeg maar. Deze plak ik hierin op. Dus hij moet passen. Kijk, even kijken of dat hij goed plakt. Sommige stickersheets, die hebben echt wel extra lijm nodig. Omdat ze niet echt goed plakken. En dit was er eentje van. Dus ik doe daar nog wat lijm op. En probeer het nog een keer. Ja, maar straks wordt het nog iets om het voor het venster te krijgen. Hè? Want het moet natuurlijk wel voor het venster. Oké. Nou, dat betekent in ieder geval dat ik veel lijm moet gebruiken zometeen. Dat snap je wel. Want dan kan ik nog even schuiven. Oké, wat gaan we erin doen? Ik had hier ergens wat dingetjes. Ik wilde eigenlijk deze bloemetjes hieronder. Ik hoop dat die er blijven zitten. En ik heb hier een bakje gevuld met allerlei zooi. Nou, ik heb soms wel eens van die blisters gemaakt met hagelslag erin. En of gekleurde muisjes. Het maakt me niet zoveel uit wat je hebt. En dan moet je natuurlijk wel uitkijken dat het niet te vol wordt. Maar dat is de gok. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik haal deze eraf. Want het, bij een blister opplakken is het resultaat pas te zien op het moment dat je het helemaal op hebt zitten. Is inderdaad een gepriegel. Maar dan heb je ook wat, hè? Dus, mij altijd verteld. Je merkt wel, ik word wat rustiger. Ik ben ook spannend. Oké, hier haal ik de tape er ook af. En dan gaat mijn lijm, mijn hele dure lijm van de Acetion, gaat mij helpen, omdat deze een lange droogtijd heeft, om dit project tot een goed eind te brengen. Nou, ik ga dus dit insmeren. Met deze lijm, die droogt niet transparant op, dus pas daarvoor op dat je niet over grenzen heen gaat. Doe ik bij deze precies hetzelfde. Overal tot aan het rondje wat je getekend hebt. Oké. Dan gok de gals. Dan moet ik hem dus even optillen. En dan zie ik dat Happy Place helemaal scheef is. Ik heb niet goed gegokt. Dan zeg ik, mijn lijm gaat me redden.
even een klein stukje opschuiven. Kijken waar die... Ja. Nou, kijk eens. Mijn happy place in het midden. Wat wil ik nog meer? Gelukt. Tenminste, totdat de vulling eruit valt natuurlijk, hè. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat dit blijft zitten. Ik denk even dat het heel statisch is. Deze bloem zit erin. Nee. Mag ik het niet drukken. Sowieso is heel zoet papier. Dus. Oké, dan gaat deze daarop. Nou, dat doe ik sowieso met dubbelzijdig tape aan alle kanten. Omdat dit inderdaad de voorzijde is. Dus ik ga even rond met dubbelzijdig tape. Jongens, dit gaat een hele lange video worden. Zonder dat je eigenlijk heel erg opschiet. Maar het zijn de kleine dingetjes. En natuurlijk kun je ook, je kunt ook natuurlijk gewoon met gewoon plastic gaan werken en een soort plastic raam maken. En dan, als je dan de randen ophoogt, dan zou ik dat met rolletjes papier doen. En dat je dat papier, zeg maar, nergens naartoe kan. Dus dat je daar onder en boven lijmt. Maar niet dat dit dubbelzijdig tape van de foam tape tegen je project aankomt. Ook bijna vergeten. Het belangrijkste. Het smoetsen. Vooral met dat zwarte papier. Doe het, want je ziet het. Je ziet de overgang. Happy place. Oké, daar gaat hij. Want ik zat er eerst aan te denken om de binnenzijde te doen. Maar ik wil straks nog een lintrandje voor de rug. En dan moet ik het lint naar binnen vouwen. Nou, als ik de binnenkant al bekleed heb, ja, dan gaat het allemaal niet worden. Dus ik kwam er op tijd achter. Dit is namelijk ook het tweede keer dat ik deze opname doe. Want ik kwam er inderdaad achter dat dat niet werkte met wat ik wilde. Oké. Nou. Volgens mij moet hij nou goed vastzitten. Zoveel mogelijk naar rechts, zodat je een klein stukje zwart rand overhoudt. Okay. Nou, zoeter kan niet. Als je nou Lady Vagabond en andere papier van Stamperia hebt gebruikt, is dit zo vreselijk zoet. Kijk, dat blijft werken. Maar er komt zo meteen wat overheen. Oh, ik heb het net laten zien. Dit wil ik er overheen. Dit heb ik, dit is 20 centimeter. Ik zal het even voor de zekerheid nameten. Nee, ietsjes meer. 20,3. Dan hou je namelijk nog een randje over. Oké, dit moet natuurlijk, dit is stof. Ik heb daar normaal boekbinderslijm voor. Die is helaas op. Dus ik ga het op een andere manier doen. Ik ga hier met tape aan de gang. Maar ik doe de tape, doe ik hierop, op de rug. Een stukje tape als basis. Omdat ik
Ik doe dat omdat ik het plakplastic niet vertrouw. Ik ben bang dat dat losgaat. Als het papier was geweest, als het papier was geweest, dan was het minder problematisch geweest. Deze eraf. Omdat dit stof is, ga ik werken met Tacky Glue. Tacky Glue heb je in verschillende merken. En die lijmt even wat sterker, maar heeft wel droogtijd nodig. En kijken of ik die spuitjes ingedrukt krijg. Dus not. Dus ik moet er even een speld erheen doen. Want deze lijm gebruik ik niet vaak. Dus het kan zijn inderdaad dat die dicht geslipt is. Dus doe altijd je lijmpotjes, hou die dicht. Jongens, hij wil echt niet. Ik ga nog eventjes klungelen. Oké, nou, ik heb het lijm eruit gekregen. Ik heb daar ook lijm op gedaan. En dan krijg je deze. In principe kun je hem gewoon uitlijnen aan de onderste lijn van het designpapier. Ja, met stof werken of met linnen is niet zoals papier. Je kunt daar niet alle lijmen voor gebruiken. Alhoewel deze heel sterk is. Kijk, en omdat ik moest hier nog wezen aan de binnenkant, omdat ik hier een randje langs wil. Je ziet dat hier los gaat. Hij heeft echt tijd nodig om te drogen. Dat gaat niet, 1, 2, 3. Nog even plat neer. Ik zou zeggen, pak op een kop koffie. Ga ik het ook even doen. En dan wachten we tot deze echt droog is. En dan komt er een randje langs. Nou, mijn koffie is op. Je ziet dat ik heb klemmen gebruikt om dit bij elkaar te houden. Kijk, het is stof, dus het geeft mij. Hij zal nog wel kreukelen als ik hem opensla. Kun je zien. Maar dat is niet erg. Het heeft de lijm die je erop doet, dat heeft echt wel een aantal uren nodig en, om, zeg maar, om te drogen. Nou, deze klemmen die leg ik weg. En wat ik dan heb, washi tape. Ik vond deze washi tape in de kast. Jullie zullen ook bergen met washi tape hebben en eigenlijk niet weten wat je ermee moet doen. Nou, dat heb ik ook. Ik zal niet weten van welk jaar dit dateert. Maar ik vond deze er wel leuk bij. Dus wat ik doe, ik maak een scheiding tussen dit en de rug. En dan zoek ik namelijk een schaar. Alvorens dat ik hem naar achteren sla, ga ik deze eerst doen. Zodat ik het in één keer kan. Maar je kunt er ook een lintje langs leggen. Je kunt alles gebruiken om die afbakening te maken. En ik vind het ook mooier met de overgang naar de zijkant toe, zeg maar. Okay. Dit is de reden waarom ik de binnenkant niet kon doen. Omdat dit nog hier naar binnen moet. Dat is bij de achterkant. Precies hetzelfde. Ja, dat was het probleem nog niet geweest, maar. Okay. Ik ga dit stuk met elkaar verbinden.
En of... Nee, wat ik anders wil. Ik ga hier namelijk onder een pocket maken. Of tenminste, we willen hier onder een pocket en twee flapjes boven. En ik ben bang dat omdat het papier niet helemaal, zeg maar, tot daar komt. Wel, dat komt wel tot daar. Dus daar heb je geen last van. Nee, ik heb niks gezegd. We laten gewoon zoals het is, zoals het is. Dus, een pocket beneden. Ik heb een stuk van 7 centimeter. En nou moet ik hier kijken tot hoever. Je stopt ongeveer 1 of 2 millimeter voor de naad, zeg maar. En daar maak je een flap en dan snij je hem af op 1 centimeter. Dan heb ik twee flapjes. Als ik nou zorg dat het designpapier hier net overheen is, aan de bovenkant, dan is er niks aan de hand. Dubbelzijdig tape. Aan beide kanten. Deze eraf. En dan gaat deze eraf. Voor onze lijn. Als je zegt dat deze ook verstopt is, dan. Dus niets. Ik heb nog steeds niet het ideale flesje lijm gevonden. Ja, die had ik er wel gevonden. Maar ik vond die lijm niet zo geweldig. Zo ben je constant op zoek naar basismaterialen. En dat is best een heel lang traject. Okay. Dus je zorgt dat je wel kan buigen op. Okay. Dan heb ik twee stukjes van 12 bij 10,5 centimeter. En die komen hier. En die ook maar vast. Dat maar gehad. Dan kan daar dubbelzijdig tape op. Deze hier. Door die boebel aan de onderkant kan het wel zijn dat je hem gewoon zo op moet pakken. De tape gaat eraf. Lijm. Zorgen dat hij recht zit. En dan kan ik precies hetzelfde. Voor mij zit ik constant buiten beeld te werken, naar mijn gevoel. Ik draai mijn werk om. Even goed kijken naar de lijnen. Dat je niet in die rillijn zit en dat je wel in het verlengde van alles zit. En zo is een drukje dan klaar. Okay. De sluiting heb ik gewoon bedacht door middel van een kaart. Dus we gaan hier designpapier op doen.
En eventueel kun je een kaart maken. Of je wacht tot het einde en je maakt dan een kaart. Deze is een beetje scheef. Dus. En je wordt dus sterk met repareren. Dus die valt ook een beetje dubbel. Oké, dus we gaan designpapier hier voor uitzoeken en dan, en dan kunnen we verder. Oké, mijn designpapier zit erop. Ik heb hier dit gewoon mijn bijpapier, noem ik dat, erbij genomen, omdat ik niet weet of ik uitkom met het papier. En hier aan de binnenkant heb ik ook bijpapier gebruikt. Deze stans, zal ik je even laten zien, een hoekstans is nooit weg. En deze stans, die heeft hier gaatjes. Als het goed is, ja, kun je daar eventueel iets tussen doen. Dus vandaar. En dat is deze stans. Weet je, als je er eentje hebt, dan kun je daar al heel veel mee. Vooral voor je bijpapier. En dit is om hem dicht te houden. Oké, nou gaan we naar deze kant. Maar we gaan er vier tegelijk doen. Of tenminste, we maken vier bakjes. Oké, ik zal even laten zien wat ik in mijn hoofd heb zitten. Deze kan even weg. Ik kan deze nog even lekker goed drogen. Die gaat daar naartoe. Oké, wat ik wil gaan maken is bakjes. En in die bakjes komen folio's, portfolio's. En we hebben vier bladen. Dus die komen alle vier achter elkaar. Voor de laatste pagina, die is groter, dus dan moet de pocket, zeg maar, die moet dan ook groter. En ik wil dan het album eventueel ook groter. Nou, deze album, dan zal ik deze ook maar gelijk laten zien. Dus we maken ook vier van deze albums. En in het album gaan we wat vlokjes maken, en waar in ieder geval waar je foto's op kunt doen. Ik doe dat gewoon standaard, de invulling hiervan. Als jij dit album gaat maken en bij wijze van spreken je hebt vier kinderen of drie kinderen en een hond, of, dan kun je bij wijze van spreken zou je voor iedere kind, hond, een folio kunnen maken. En om daar foto's in te plakken. Nou, ik doe bijvoorbeeld in één folio helemaal een waterval. Maar je zou natuurlijk kunnen besluiten om hier een halve waterval in te doen. Plus andere dingetjes waar je je foto's op kunt plakken. En je hebt deze kant natuurlijk ook. Dus het worden vier aparte mapjes. En uiteindelijk met de laatste erbij vijf. En de sluiting wordt dan zo. En aan de andere kant van het blad. Ik heb 1,5 centimeter speling. Dus deze komt hier zo in. Ik heb 1,5 centimeter speling hier tussen. Ja, we moeten even kijken wat we met deze pagina gaan doen. Of dit, dat als die helemaal vol is en die zit ook in het designpapier, want in die albums gaat natuurlijk ook, of in die folio's gaan natuurlijk ook, gaat ook met designpapier zitten. Even kijken hoe we uitkomen. Maar we gaan eerst beginnen met deze pockets te maken. En dat vier keer. Oké, dat is de bedoeling. Wat heb je nodig? Je hebt nodig een blad van 12 centimeter bij 22,4 centimeter. Ik pak even mijn rilapparaat erbij. En dan ril je hem aan drie zijden op 1 en op 2 centimeter. Dus 1. De onderzijde ook. Want het moeten echt bakjes worden. Vandaar dat ik die hinge, zeg maar, of die pocket op de hinge dubbel gemaakt heb. Omdat, ja, dit gaat natuurlijk best wel zwaar worden. Dus. En nou, dat zien we niet om willen vallen. Doe ik het zo. Misschien is het helemaal niet nodig geweest. Maar. Nou zeg ik van, ik... voor jullie is dit net zo nieuw als dat voor mij is, want ik, voor mij is het ook een verrassing, laat ik het zo zeggen. Oké, dan hebben we dit. Wat we dan gaan doen, is we gaan 4 centimeter een streepje zetten.
En dan 4 centimeter vanaf de tweede. Oh, 4 centimeter. Hier precies hetzelfde. 4 centimeter. Ik moet hoog houden. 4 centimeter. Omhoog. Dan krijg je dus hier een schuine strook. Hier zit hij. Ik zal gelijk een mes pakken. Dan heb je dus dit. Dan ga je deze hoek eruit knippen. Je ziet hier dat vierkantje. 1, 2, 3, 4. En die hoek knip je eruit. Die kant precies hetzelfde. Die hoek knip je eruit. En dan gaan we vouwen. Ik vouw. Deze ga ik uiteindelijk toch niet gebruiken, omdat ik natuurlijk met zwart papier bezig ben. Wat ik het makkelijkste vind, daar komt zo meteen toch dubbelzijdig tape op. Hier doe je een klein stuk beetje lijm. En dan plak ik deze hier vast op. Is moeilijk plakken. Even vasthouden. En dan kan de andere kant ook. Heb ik vast een bakje. Even vasthouden. Even geduld. Okay. Dus dit is het bakje wat straks hier op komt. En dan 4 keer. Wat je dan eventueel nog kunt doen aan voorbereiding, is rondom een tapeje leggen. Helemaal zo rondom. Oké, ik ga de 4 in het zwart maken. En dan ben ik daarna weer terug. Oké, ik heb er al 3 gemaakt. En deze eerste die ga ik met jullie samen doen, of mijn laatste dan. Dus dit is eigenlijk de bedoeling. En dan komt dit, maar dan met uiteraard het papier van deze serie. Die komt er dan in. Nou zie je, weet je, dit sluit mooi aan. Dus ik denk, ik weet wel zeker dat deze pagina een pagina wordt wat alleen bestaat uit papier. Dus ik zit te denken aan fotoframes, dus zeg maar allemaal witte stukken erin. En, gewoon designpapier. Maar het is in het volgende deel, want we zijn nog niet met dit deel klaar. Oké, wat gaan we doen? Oké, we hebben dat stuk met die schuine gedeelte hebben we gedaan. En dan zouden we hier de hoek van wegknippen. De hoek wel weg. En dan is het makkelijkste om alvast het tape erop te doen. De tape. En dan is dat op de
Want ik zat net met tape zeg maar bovenop. Op het moment dat hij in elkaar gevouwen is, gaat het wat lastiger. Dus vandaar. Kijk, ik leer ook weer, hè. Van alles nog nooit gemaakt, dus en misschien had ik hier een 3-dubbele hinge moeten doen achteraf, of 4 zelfs. Maar ja, dan wordt natuurlijk de inhoud wordt wel kleiner. En de bedoeling van dit album is dat je die folio's eruit kunt halen en dat kunt bekijken, dus dat het eigenlijk meer een bewaarmap wordt en de uiteindelijke foto's zeg maar terechtkomen in die folio's. We zouden een simpel album doen, geloof ik, toch? Oké, ik hoop niet dat ik mezelf te moeilijk maak. Oké, wat je dan doet, dus dan heb je die tape erop zitten, dan haal ik hier. Het is het makkelijkste, want die korte kant die haal je er anders helemaal af. Dit vouw ik een stukje opzij, zodat ik deze in een goede hoek kan plakken. Kijk, en dit plakt wel in één keer. Hier doe ik hetzelfde. Ik haal hier een stukje van af en plak die in die hoek. Dan gaan we naar het album toe. En dan haal ik deze eraf. Ik ga toch een beetje lijm gebruiken om daarvoor te schuiven. En dan is het makkelijkst om deze hier vast te houden, dit hier tegenaan te drukken en dan hem te begeleiden naar onderen. Dus je moet hem recht plakken, recht of recht opplakken. Het is niet anders. En je zorgt dat je binnen die tweede rullijn blijft. Als het goed is, heb ik die meting gedaan zodat je nog wat ruimte hebt. En het beste is om hier even zeg maar die rillijn hier een beetje aan te duwen. Of die plaklijn. En hier ook. Zodat die lijn er goed op zit. De onderste zou ik ook nog even kunnen nemen. Ja, dat is geen probleem. Oké, dan heb je dit. Gaan we designpapier doen. We gaan eerst het lange stuk doen. Het lange stuk is zelf meten. Dit komt in de pocket. Dus ik zou dit meten. Zodat hij wel in de pocket valt. En dan snap ik hem hier. Hier af. Oké. Deze kant ga ik. Ja. Oké. Het is natuurlijk veel te groot. En dit is veel te klein. Oh, nee, valt mee. En dan hoeft hij niet helemaal tot beneden. Ik kan hem zeg maar hier afsnijden. En dan moet deze perfect zijn. Oké, dan is het een zaak van smoetsen.
Oké. Zo gaat er al heel snel een tube lijm er doorheen bij een album. Ik weet eigenlijk nooit hoe een album afloopt. Misschien is het een succes en misschien is het een tegenvaller. Oké, deze moet bekleed worden. Ik heb een berekening voor jullie gemaakt, zodat je het niet moeilijk hoeft te doen. Ik heb dit stuk, is 17,8 bij 9,5 centimeter. Oké, en dan zoek ik even een blaadje. Nou, ik kan het hier ook opzetten. Hier, ik draai straks het blaadje om, want ik ga hier op 3,5 centimeter een lijntje zetten en hier op 3,5 centimeter ook. En die verbind ik met elkaar. Dus 3,5 centimeter hier en 3,5 centimeter daar en dan verbind je hem, dus dan snij je hem daardoor. Dus dan moet ik aan de andere kant, want als je dat namelijk aan de andere kant doet, dan krijg je, als je hem dan omdraait, dat hij het hoge gedeelte aan die kant zit. Dus je moet hem omdraaien, want ik wil hem zo erop hebben. Oké, 3,5 centimeter. Die lijnen verbind je met elkaar. Waar ben je? Hier. Daar. Oké. Ik pak een mes en weer snijden daardoor. En in principe past hij erin met alle zwarte randjes eromheen. Dus deze kan ook gesmoetst worden. Dus ik denk inderdaad dat ik met die, die kantjes, dat ik daar wat anders mee ga doen. Het gewoon simpel hou, dus plat. Omdat het al heel veel ruimte is wat hij inneemt. En inderdaad, dan zit ik te denken aan fotobladen of gewoon designpapier. Maar ja, designpapier ben ik zinnig mee, zoals jullie weten. Oké, dus dat doe je bij alle vier. Dat is natuurlijk kort hier niet bij. Alle vier. En dan gaan we die doen. Maar dat gaan we doen in deel 3.